Welkom bij deze Bitcoin update van donderdag 3 januari. De afgelopen paar dagen is er niet heel veel gebeurd. Nou ja, niet heel veel. Het zijn een beetje zijwaartse movements geweest. En zoals in mijn vorige video ook aangegeven, kijk ik nog steeds niet echt naar de inverse head and shoulders. Het zou wel kunnen, maar ik wil eerst echt een bevestiging hebben op de breakout rond de 4150. Of natuurlijk rond de 4100, net welk moment wij daar aanbreken. Maar nu ook op een smalle timeframe, ja, zie ik hier toch wel een continuation patroon. En de bedoeling mee te zeggen is dat we dan deze move kunnen gaan hebben. Want we komen vanaf boven natuurlijk. Maar dit is wel een zware supportzone. Dus of we daar doorheen gaan breken, daar zullen wij loop vandaag of morgen achterkomen. Er is ook wel een grote move nodig. Want als we ook uitzoomen en we bekijken hem op de 4-hour chart. Is wat ik hier zie, is een bearish divergent. En dan gaan we hier van die indicator af. En hier gaat de prijs juist omhoog. Wat dus een bearish signaal is. Dus er is nog wel ruimte om verder te gaan naar de 4100 zone. Maar eigenlijk voor mij nog steeds verschillende indicaties tonen bij mij aan dat we nog niet uit het berenvelletje zijn gekropen. En waarom zeg ik dat? Al pakken we ook de indicator, de Ichimoku Cloud erbij. Dan zie je eigenlijk dat we ook op de 4-hour chart echt in een gevaarlijke rode zone zitten. In combinatie met de bearish divergent, continuation patroon, red cloud, ook het volume dat afneemt, is er een grote move nodig om een richting te bepalen. Ik zal daarom ook vandaag de Bitcoin chart goed in de gaten houden, want mochten we natuurlijk uit deze pennant breken, oftewel een bearish continuation patroon in dit geval, omdat we vanaf boven komen, dan denk ik dat wij dus nog zo kunnen gaan. En dan hier misschien een test en dan alsnog een breakout gaan krijgen. En dan is hier het cruciaal moment aangebroken. Dus mocht je op de hoogte willen blijven van de update van Bitcoin van vandaag, zowel morgen, zowel in het weekend, maakt niet uit wanneer. Join onze Telegram channel, word ook lid van het announcement kanaal waar ik mijn chart deel wanneer er verandering heeft plaatsgevonden. Ik zal ook hierbij een korte toelichting geven waarom er verandering plaats heeft gevonden. Natuurlijk is er niet overal een reden voor, maar er zou best een bepaald patroon in hebben kunnen zitten. Zoals ik ook heb gezegd, dat wij hier, dat ik het eigenlijk zie dat we naar beneden gaan. Mocht je vragen hebben of wil je mij iets laten weten of wil je iets met ons delen, join dan ook ons Telegram channel of laat het hier achter in een comment. En dan zie ik jullie morgen weer met een nieuwe Bitcoin update.